Ik vond het eigenlijk een goed moment, ook als voorzitter van EMDR België, om zo een aantal vragen te stellen. Dingen die je waarschijnlijk allemaal doorheen alle opleidingscursussen allemaal al verteld hebt, of ook op de informele momenten. Maar het is gewoon eens een keer leuk om alles eens samen te horen en te horen van wat dat je voor EMDR allemaal hebt gedaan en waar je allemaal mee bezig bent. En dus mijn eerste vraag die ik heel graag zou willen stellen is de volgende: van, hoe heb jij EMDR leren kennen, Ludwig? Ja, ik ben er naar op zoek gegaan, omdat ik vast zat met een patiënt. Ik werkte toen nog in het ziekenhuis in Kortrijk, in AZ Groningen. En ik werkte daar toch al een jaar of 7, denk ik. Ik was afgestudeerd als client-centered psychotherapeut. Ik had nooit mijn postgraduaat afgewerkt, maar in die tijd moest dat niet, dus ik had nooit mijn eindwerk gemaakt. Hè. Maar ik werk dus vooral vanuit de client-centered richting en ook vanuit de hypnotherapie. Maar toen, in 1997, had ik een cliënt. Via het revalidatiecentrum bij ons, die bij mij binnenkwam. En het probleem was dat die man een klassieke posttraumatische stressstoornis had. Nu, ik kende dat toen niet, maar ik kende dat wel, maar ik had er nog eigenlijk niet mee gewerkt. En ik heb iets gedaan wat ik kon. Dat was iemand die zwaar verbrand was geweest tijdens een ongeluk op zijn werk. En ik kon die man eigenlijk niet helpen. Dat is waarom, Fred, dat ik op zoek gegaan ben. Ik ben op zoek gegaan en ja, in een tijd, internet bestond al, maar ja, wat dan nog niet thuis, dat was op het werk dan, dat ik dan gaan zoeken ben. Ik ben dan toevallig bij trauma, ik zoek op trauma, psychotrauma, en toevallig op dat artikel gevallen van Francine Shapiro. Dat eerste artikel dat gepubliceerd geweest is in 1989 in de Journal of Experimental Psychology, Behavioral and Experimental Psychology. En ik heb dat gelezen, ik heb dat gedownload. En ik heb dat niet geloofd. Ja. Ik heb dat niet geloofd. Ik kon dat niet geloven. Trouwens, dat onderzoek was veel te goed. En dat is de reden waarom ik dan op zoek gegaan ben naar wat is dat. Ik heb dan ook het eerste boek van Shapiro gedownload. Dat was nog maar net verschenen in 1995. Dus dat was nog een nieuw boek. En ik had eigenlijk het verkeerde boek gekocht. Want er waren er toen twee. Je had ook al EMDR, de vernieuwde therapie voor angst en trauma. Die dan vertaald geweest is door ons in 2005. Hè. Maar dat boek was eigenlijk niet het handboek. Dat boek was een casusboek. En ik had dus het verkeerde boek gekocht. Het was gewoon goedkoper. Dus ik dacht, ik zal mij maar een beetje goedkoper boek kopen. Maar ik wist het niet. Ik dacht dat dat gewoon een paperback-uitvoering was van haar handboek. Maar dat was niet het geval. En dan toeval. Het voorlaatste hoofdstuk in dat boek was een hoofdstuk over iemand die verbrand was geweest. Dus ik las dat. En wat dat mij bij getroffen heeft, is dat. Ik las dezelfde symptomen van de patiënt, maar dat is ook niet moeilijk, want ja, PTSS is PTSS, dat is altijd hetzelfde. Hè? Maar ik las ook de symptomen van een therapeut. En die therapeut schreef in dat hoofdstuk van, ik kan hem niet helpen. Ik dacht van, oeh, dat ben ik. En dan daarbij, en ik heb dan EMDR leren kennen, ik heb een sessie EMDR gedaan, of een paar sessies, en het was gedaan. Ik ben dan een ander boek gaan kopen via Amazon, dat toen al bestond. En ja, ik heb dat gelezen, dat boek. En ik dacht nog, als dat waar is, dan is dat geniaal. Want het was nog wel met als dat waar is. Nu, ik was ook hypnotherapeut, hè. Dus voor mij, ik dacht, dat is gewoon suggestie. Ik dacht, dat is goed verpakte suggestie. Dat is placebo, hè. Je maakt mensen wijs dat dit werkt. Mensen geloven dat. Ze zijn ermee weg en ze genezen ervan. Dat was wat ik in het begin dacht. Maar ik las daar een theorie eronder, het AIPS, het Adaptive Information Processing System, en ik dacht van, verdomme, dat klinkt toch wel logisch allemaal. Ik vind, en als ik lesgeef heb ik dat ook, ik vind dat zo logisch. En ik had dat toen ook al, ik dacht van, maar als dat waar is, dan is dat geniaal. En het is daarom dat ik zeg van, ik ga toch een keer kijken of dat ik het kan gaan leren, want ik durf dat niet doen op basis van een boek. Zeker niet met die patiënt, die op die SUT-schaal van 0 tot 10, ja, die zat heel hoog, hè. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, ik heb misschien iets. Kan ik kijken of ik het kan leren? Ik heb die boek gelezen, maar ik durf het niet goed. En dan ben ik gaan zoeken en dan in Europa was er, het was toch wel al iets hoor. In Nederland was Ad Jong al bezig. In Frankrijk nog niet. Maar dus ik kon naar Nederland, maar dan moest ik nog 6 of 7 maanden wachten. Dus ik kon dat niet doen voor mijn patiënt. En dan heb ik ontdekt dat er in Boston in Amerika, Francine Shapiro zelf de opleiding gaf. En dan ben ik naar daar gegaan. Ik heb me dan gewoon 3 weken verlof gepakt. Ik heb er trouwens nog leuke contacten aan overgehouden. Dus die patiënt ziet mij de eerste keer en hij zegt van, en gaat het doen nu? Ah, je wist dat ik terug op van verlof was, hè. Ik zeg, ja, ik zeg, weet je,
Ik wil dat wel doen, ik zei, maar er is een probleem. Ik heb geleerd in Amerika dat je moet gaan naar het moeilijkste moment van hetgeen dat je meegemaakt hebt. En ik zeg, ja, voor u is dat moeilijk, omdat je voelt dan dat je brandt en je wordt dan heel bang ook. Het is gelijk dat je dat stukje herbeleeft. En toch weet ik dat dat noodzakelijk is. Maar, zeg ik tegen hem, zeg, we gaan zorgen dat het doenbaar blijft. Dus ik leg hem het signaal, stopsignaal uit, pardon. En ik had natuurlijk met hem met een vrije plek al gewerkt, lang daarvoor. Dus dat kende ik al. Ik had al gelezen in die boek, dus dat had ik wel al gedaan. Dus eigenlijk kon ik van eerste keer beginnen. Maar het belangrijkste dat hij mij zei, ik had dat nooit vergeten, dat was wat ik was hypnotherapeut daarvoor. Hè. Dus ik was nog altijd er niet van overtuigd dat dat niet meer was dan suggestie. Volg mijn vingers, eigenlijk is dat, hè. Volg mijn vingers en je gaat genezen. Geloof dit en je gaat beter gaan. Dat was wat ik dacht dat was. Maar toen zei hij, ik heb goed geslapen, zegt hij. En ik heb in die 14 dagen maar één keer gedroomd over wat er gebeurd is, in de plaats van constant. Want er ging af en toe een keer één nacht voorbij waar hij geen nachtmerrie had gehad. Maar nu waren er op de 14, 13 waar hij geen nachtmerrie had gehad. En dan dacht ik van, shit, dat is iets dat je niet kunt suggereren. Daarmee vroeg ik aan hem, zei, kijk, moest het zijn dat op het einde van het jaar, dat je nog een keer je jaar overloopt, wat heb ik allemaal meegemaakt van het jaar, en je herinnert u dat je hier geweest bent, zo graag heb je een keer een kaartje schrijft en daarop schrijft dat het is met u. Ja? Dus ik verwachtte hem in december, zal hij me wel een kaartje sturen, maar heeft dat niet gedaan. Hij heeft mij een maand daarvoor gebeld. Dus ik heb nooit een kaartje gehad, maar hij heeft mij wel een maand daarvoor gebeld. En hij zegt, ik pak het op, ja, ik verwachtte het niet. En hij zegt, ik zeg, hoe is het ermee? Als hij goed, 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 zegt hij, was ondertussen ook al beginnen werken. Wat dat een half mirakel was, want die man was ook fysiek geraakt geweest. Hij was echt gehandicapt. En die was terug beginnen werken, ik was er echt van onder de indruk. En hij wou me iets zeggen. En hij zegt, van, ik wil je nog iets vertellen, zegt hij, voordat ik afleg. Maar je mocht niet lachen. En ik zeg tegen hem, dat gaat moeilijk zijn, want ja, klaagde hij eigenlijk al op het moment dat hij het zei dat hij iets ging zeggen, maar dat hij niet mocht lachen, lachen echt al. Ik wist dat het iets grappig ging zijn. Hè? En hij zei, weet je, als ik me niet goed voel, wat ik dan doe? Ik zei, nee. Zegt hij, dan rook ik een sigaretje. Dan dacht ik, ja, er zijn nog mensen sigaretten roken, dat zou je niet goed voelen. Nu minder en minder. Ja. En zegt hij, maar ik ga dan naar mijn garage, zegt hij, om een sigaretje te roken. Dan dacht ik, ja, meer en meer. Wordt er minder en minder binnengerookt, dat is ook logisch. En dan zegt hij, en dan zet mij in mijn notum. En dan denk ik aan wat er mij dwars zit. En dan zet ik mijn ruitwissers aan, zegt hij. En toen dat hem dat vertelde, dat was echt de kers op de taart. Dan dacht ik van, dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Ik heb dan deel 2 gedaan in Keulen. Dus toevallig kwam Shapiro dan in een van haar eerste Europese trainingen, kwam ze bij Arne Hofman in Keulen deel 2 geven. En ik ben daar naartoe gegaan. Dat was een grote ontgoocheling. Dat was eigenlijk een heel grote ontgoocheling. Nu is dat 3 dagen, hè? Maar toen was dat 2,5 dagen. Dat was een vrijdagavond, de zaterdag en de zondag. Maar de eerste avondsessie, die 3 uur, dat was alleen maar herhaling. Dat was eigenlijk terug een stuk de level 1 herhalen. En zelfs nog een tweede dag. Dus ik vond daar eigenlijk weinig nieuws in terug, in deel 2. Dat is helemaal veranderd. Allee, ben ik toch. Dat is veel meer gestoffeerd geraakt. De stabilisatie was nog in het begin. Hè. Ik mag niet vergeten dat Andrew Leeds, die gans dat stabilisatie gebeuren heeft binnengebracht in EMDR, dat was maar eind jaren 90. Hè. Dat is het moment dat ik dan de opleiding gedaan heb. Nu doen we dat een beetje anders. Nu geven we een beetje van alles. Zodanig dat we het palet geven. Natuurlijk, op die 20 jaar is het veel ruimer gegaan. Hè. En het is trouwens daar dat de Ad Jong tegen mij zegt van, zou het u interesseren om een beetje verder daarin te gaan? Ik kom maar een keer af naar Nederland. En wat heb ik dan daarna gedaan? Hè? Dus ik heb eerst nog een beetje op mijn eigen voort gedaan. Ik ben er ook in contact gekomen met iemand die in België er wel al mee bezig was. Maar dat was iemand van Antwerpen, was ook geen psycholoog. Dat was iemand die die opleiding wel gevolgd had. En die toen de eerste opleidingen in België georganiseerd had in 1999. Dat was aan de, als ik me niet vergis, aan de, om te samenwerken met de Universiteit van Antwerpen. En er was veel volk, er was 70 man. En ik ben daar dan bij betrokken geraakt. Ik heb een tijdje met hem samengewerkt, meegewerkt, ook om die groepen te begeleiden. En om die groepen te kunnen begeleiden, ben ik dan naar Nederland gegaan om daar de facilitatorsopleiding te krijgen.